Deze beschouwing, die gaat over de theorie achter vergeven. Vergeving. De aanleiding hiervoor is dat ik een rel heb veroorzaakt in mijn familie, zei de zus van mijn vader. Van nou, je gaat je moeder en je zus niet leuk vinden. Nou, ik zou maar voorlopig even bij die mensen uit de buurt blijven als ik jou is. Nou, dat doe ik dan ook. En daar heb ik een, uh, een beschouwing, nee, ik een over gehouden. Het gaat om de publicatie van mijn eerste boek. Het ja, is best een leuk boek. Het is een vlot geschreven. Uh, het gaat ergens over uh, er zit humor in. Uh, het is een mooi tijdsmoment. Ja, dat is dus een beetje. Ja, en het gedrag van de moeder van mijn kind. Uh, dat is te gek voor woorden geweest. Ja. Kijk, wat de gemiddelde SS er uitvrat in een concentratiekamp. dat was ook niet zo leuk. Maar dat betekent niet dat je er geen boek over mag schrijven. Huh? Huh? Toch? Nou, ja, en wat die moeder tijdens dat huwelijk heeft gedaan. nou, dat sloeg echt helemaal nergens op. En dat houdt toch niet in dat ik daar niet over mag schrijven? Hm? Dat vind ik. Mijn dochter is over. Nou, maar uh, ja, je moet er wel rekening mee houden. Dat als mama zich gekwetst voelt. Dat, uh, nou, dat, dat vind ik dan wel echt wel uh, erg. Of zoiets. En of zo. of, uh, het heeft consequenties. Nou, dan zijn die consequenties voor jou. Ja, daar moet je tegen een jood zeggen die uit de Auschwitz komt. Nou, je kan wel gaan lopen zeuren over wat je in Auschwitz is overkomen... maar straks kwets je de tedere ziel van zo'n SS'er. Dat zeg je toch ook niet? Dus, ik... ja, dat boek, dat wordt geanonimiseerd, zo heet het dan, hè? Dus allemaal namen worden, ja, ik heb allemaal fantasienamen gebruikt. En, en dat moet ik nog doen, wat situaties, zeg maar, die letterlijk waren, die ga ik nog een beetje verbouwen. Zo, uh, uh, er is dan iemand en die is dan, die heeft een bepaalde opleiding gedaan. En dat is dan ook echt zo in het echt. En dan in het boekje ga ik die opleiding veranderen. Dus ik zal me niet zeggen wie, want ik kan er helemaal niet achter komen. Maar mensen kunnen dus niet zeggen: die persoon, dat weet je, dat kan, dat kan alleen maar ik zijn. Want eh, dan. Ja, nou, die dingen zijn veranderd. Hè. Maar ik denk niet dat er echt iemand gaat komen die bezwaar gaat maken tegen de inhoud van het boek. En ik denk zeer zeker de moeder van mijn kind niet. Want. Die, ja, wat ze heeft gedaan, dat, was, dat is dermate tenen krommend. Ik denk niet dat zij er aandacht op wil vestigen. Ik denk dat zij het liefst zal doen alsof dat hele boek er helemaal niet geweest is. Het gewoon, ik denk dat ze het negeert. Dat ze het er helemaal niet over gaat hebben. En ik ben niet haatdragend. Dus ja, ik ga dat boek, als het zo dadelijk uit is, daar ga ik niet een aantal exemplaren op eigen kosten van kopen en dan die toesturen aan haar nieuwe vriend en aan de ouders en aan de broer of zo. Echt niet. Als die mensen daar toevallig achter komen. En ze kopen dat boekje. Ja, nou, dan kan ik er niks aan doen hoor. Maar, wat is nou de kans dat haar zwager, of haar zwager, haar broer, mijn zwager, erachter komt? Ik ga die mensen niet spreken. Nee, ik zou niet weten waarom. Nou, en in mijn eigen familie zijn er wel geteld uh, drie mensen geweest die. Positief gereageerd hebben op het feit dat een uitgever mijn boekje wilde publiceren. En daar heb ik inmiddels contact mee gehad. Dat zijn mensen van mijn vaders kant. En mensen van mijn moeders kant uh, helemaal niet. Mijn eigen zus ook niet. En mijn zus die, die zei na afloop, toen er al die drama-toestanden waren. en ze had ook dat boekje gelezen. En ze heeft dat boekje dus. Dat boekje heb ik in, in mijn familieleden al uitgedeeld. Ik heb het in. noem het maar eigen beheer. Dat heeft, eh, Wim heeft me daarbij geholpen. Wim gaat het aan. In 2012. Het is dus een echt boekje geworden. Het is best leuk. En Wim vond het ook leuk geschreven. Dus hij wilde er graag aan meewerken. Nou, nou, mijn zus heeft het gelezen en ze vond het maar een stom boek. En ze zei ook: van, Ja, moet je luisteren, jij en die vrouw, jullie pasten niet bij elkaar. Nou, dat vind ik heel bot van mijn zus. En toen ik die vrouw leerde kennen, heb ik haar te kennen gegeven dat ik helemaal niet op zoek was naar een relatie. Maar ja, ik was er tegengekomen en ze leek me wel aardig en nou, dan kan je toch een keer uit eten gaan of ga gaan een keer naar de sauna of je gaat een keer een filmpje kijken. Ik zei, nou, dat vind ik al mijn best. En zei, ik heb ook andere vrouwen waar ik mee omga. Ik, ik zoek geen relatie, want ik ben alsmaar besodemieterd. Nou, dat merendeel de vrouwen waar ik een serieuze relatie mee aanging, hebben mij besodemieterd met andere mannen. Nou, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En op een dag denk je, een ezel stoot zich in het algemeen geen twee keer aan dezelfde steen. Nou, ik heb me dus twee keer aan dezelfde steen gestoken, gestoten. En ik denk, nou, geen derde keer. Dan ben ik nog steeds dommer dan een ezel. Maar dan stoot ik in ieder geval mijn teen niet meer aan dezelfde steen waar ik hem al twee keer aan gestoten heb. En dan zij dus, uh, later werd ze dan de moeder van mijn kind, en ze zeiden helemaal: Oh ja, jij scheert me overheen. Ik kom, met al die andere vrouwen, het is zo gemeen van jou. En ik wil alleen maar bij jou zijn, en ik hou zoveel van jou. Ja, op dat moment dat zij te janken op mijn bank als een vaste vriend. Die ze dat hij ook nog helemaal moest uitleggen, hoe moest je dat die vaste vriend gaan duidelijk maken, die dacht dat hij haar vaste vriend was en dat zij hem dus uit die droom moest gaan helpen en hem duidelijk moest gaan maken dat hij haar voortaan zou moeten gaan delen met mij, terwijl ik dat helemaal niet wist. En dan mijn zus zeggen, oh jullie pasten gewoon niet tegen elkaar, pasten gewoon niet bij elkaar. En dan is de kous af, ja ja. En dan die kinderverwaarlozing en kindermishandeling die heeft plaatsgevonden. Daarvan zegt mijn zus ook van ja, jullie pasten gewoon niet bij elkaar. Zo in de trant van: uh, ik vind het niet leuk dat een kind mishandeld wordt. Haar interesseert het geen donder. Mijn zus is kennelijk ook niet. En ja, dan pas je niet bij elkaar. Ja, dan moet je maar uit elkaar hoor. Als, die, als de moeder het wel leuk vindt om een kind te mishandelen en jij niet, ja, dan moet je maar ergens anders gaan wonen. Dat is mijn zus. Ah. Nou, mijn moeder denkt er ook precies zo over. Het is een helemaal stom boek. Nou, dan had ik daar een beschouwing over gehouden. En toen kreeg ik een reactie van iemand... die ik dan ken via Facebook en YouTube. En die luistert al de hele tijd naar mij. En die schreef me zo'n reactie. Van, nou, uh, uh, je moet het loslaten met die familie. Uh, laat hem nou maar los, want... Uh, dat is beter voor jezelf. Ja? Nou, en ik begrijp heel goed wat ze bedoelt. En ik heb haar proberen gerust te stellen in een reactie dat ik tegen haar heb gezegd: maar nou, ik ik heb mijn moeder en mijn zus en mijn schoonmoeder en mijn schoonvader en mijn zwager en, en wie ik allemaal wie ik vergeten ben. Iedereen die de andere kant uit keek, die heb ik vergeven." Ik ben er klaar mee. Ik vind het. Uh, kijk, er zijn drie mensen in de familie. Nee, ook nog eentje van de kant van mijn moeder. Wat is dat nou? En die reageerde positief. Nou. Dus in totaal heb ik vier positieve reacties uit mijn familie. Ik heb niet zo'n grote familie. Dus. Dat is toch prima. En voor de rest in mijn vrienden en kennisenkring, uh, alles bij elkaar, uh, inclusief die paar van de familie bij opgeteld, zit ik op meer dan 50 positieve standpunten. Van over oh leuk. Oh, die wil ik ook wel een mail als het boek uitkomt. En Als jij een e-mail wil als je dat boek wil, wanneer het uitkomt, maar dat zal je ook tegen die tijd wel horen. Maar als je een mailtje wil, dan moet je even je e-mailadres maar doorgeven. Maar nou, het hoeft niet. De, het komt tegen die tijd zet ik wel een linkje en dan kan je het bestellen als je het leuk vindt. En dat mijn familie, uh, dat, het grote deel, dan gaat het natuurlijk met name natuurlijk om mijn moeder en mijn zus, dat die dan zo reageren, uh, denk ik ja. Ja, ik ken het eigenlijk wel. En ik heb die mensen vergeven. En ik weet dat zij uh, dat heel raar vinden dat ik ze vergeven heb. Want zij vinden zelf dat ze helemaal niks fout hebben gedaan. En ze vinden het eigenlijk belachelijk dat ik ze vergeven heb. Hoe kan je nou iemand vergeven die niks fout heeft gedaan? <tieden> Daar dus zijn ze nog zacherreinig over ook. Dat is dan het nieuwe. Ja, maar moeder pikt het niet dat ik haar vergeven heb. Ja, nou, en dan weet ik het ook niet meer hoor. Oh, no. Wat willen ze dan? Ze dus moeten ze zelf maar weten. Ik weet nog, die scheiding was net uitgesproken. Of nou, ik woonde dus op mezelf en toen werd ik eerst gebeld door mijn moeder en daarna werd ik gebeld door mijn zus. En die allebei zijn heel serieuze stem en zo van ja, dan moet je wel weten dat jij en, en zij, dus de moeder van mijn kind, jullie zijn dan uit elkaar, maar ze is nog steeds lid van de familie. Dus als er een verjaardag is of zoiets, hè? er is iets te vieren, dan wordt zij net zo goed uitgenodigd. En toen dacht ik, nou, doe maar wat je niet laten kan. Ze zeiden er ook nog bij: Oh ja, en jij hebt er geen sekkerschap over. Dus of je dat nou leuk vindt of niet, we doen het. Een raar telefoontje, vind je niet? Uh, Eerst dus mijn En die hadden dus van tevoren contact gehad. We, nou, dan gaan we, nou, zo gaan we het doen hoor. En we blijven dan. Uh, de ex van, uh, van Perry blijven we gewoon uitnodigen hoor. Echt, dat, uh, dat blijven we gewoon doen. En of Perry dat nou leuk vindt of niet hoor. Nou, dat gaan we hem gewoon van tevoren goed duidelijk maken. Want wij zijn hele zelfstandig denkende vrouw Of weet ik wel wat. Misschien een beetje rekening houden met mijn emoties. Dat zit er helemaal niet bij. Nee, dat gaat ook om de emoties van die vrouw die vreemd ging. Die tegen mij zitten te liegen, die dat kind mishandeld heeft en verwaarloosd heeft. Hey, daar gaan we vriendelijk tegen doen. Die mocht dus een verjaardag moeten missen. Toen ik dacht, nou je moet je vooral lekker doen. Want ik weet hoe de moeder van mijn kind is. Dan, wat gebeurde er de eerste keer? Dat was een verjaardag van mijn moeder. Daar moest zij dan om. Mijn moeder had dan georganiseerd voor deze keer op zondag. En omdat op maandag iedereen weer moest werken, dacht mijn moeder van nou dan doe ik niet een diner, maar dan doe ik een lunch, dan doe ik een uitgebreide lunch. Nou, dat nou, is het best. Nou, en mijn moeder was dus jarig en ik dat weekend dan uh, naar mijn moeder toe met het kind. Het kind was het weekend bij mij. Nou, en dan zitten we dan op zondagmiddag. Met z'n allen te wachten bij die tafel waar de lunch op stond. En we zouden dus om half één gaan lunchen. Nou, dat hebben we gewacht tot half drie of zo. Toen kregen we zo ontzettend honger, toen zijn we maar met z'n allen gaan eten. En om drie uur belde dan mijn ex op. Ja, ik sta op een station daar en zo. En ik kom eraan hoor. Zoiets. Ze was meer dan twee uur te laat op een etentje. Nou, mijn moeder had natuurlijk... Ja, iedereen heeft daar last van. Er zit er, ik weet niet hoeveel mensen op haar te wachten. We hebben de hele tijd op haar gewacht. Maar ze... Uh, uh, goh, uh, niet bellen. Ook, ik heb haar natuurlijk... Mijn moeder... Kan je haar niet even bellen? Wat is er dan? Ja, dan bel ik haar op haar mobieltje. neemt ze niet op. Ik, ik weet toch hoe die vrouw is. Maar ja, dan denk ik denk... Ja, jullie willen het zo graag, hoor. We hebben ze de hele tijd zitten wachten. Nou, en dan komt ze uiteindelijk aankakken. Nou, tegen de tijd dat die, mijn ex kwam, was ik al weg... Ik ga er niet op zitten wachten. Dat vind ik niet zo mooi. Maar de lunch op, blalala, kind tevreden, mooi zo, ik ga naar huis. Ik had nog wel meer te doen die dag. Nou, en toen daarna toen, wat, was er een surprise party georganiseerd voor mijn moeder. En toen had ik. Oh, de eerste keer trouwens ook. Ik had toch nog aangeboden om die moeder te rijden, hè? Ook met die verjaardag. Ik zei, nou, dan kom ik wel even ophalen of zo. Nee, dat hoeft allemaal niet. Terwijl dat voor mij niet een extra moeite was of zo. Nee, dat hoeft allemaal niet. Ze zou het zelf wel even gaan regelen. Ik dacht, oh jee, als dat me fout gaat. En dat ging dus ook fout. Nou, en toen daarna was er een surprise party voor mijn moeder. En dan weer het laken in het pak, hetzelfde laken in het pak. Ik weer tegen haar gezegd: Nou, ik, ik kan je wel opkomen halen. En dan, uh, dan mag je met me meerijden. En toen moest er dan, natuurlijk, uh, half vijf, zou mijn moeder daar komen bij het adres onder valse voorwenselen. En alle vrienden en vriendinnen die uitgenodigd waren, die moesten er dan tussen half vier en vier arriveren. En dan zouden we allemaal wat te eten krijgen alvast, en wat te drinken krijgen, je kent het wel. Nou, en dan is het uh, kwart over vier, en dan komt die gastvrouw naar mij toe. En die zegt: Ja, het is al kwart over vier. En waar is je ex? En ik krijg die gastvrouw waanzinnig: Ja, ik zou het echt niet weten. Oh ja, maar het is nu al kwart over vier. En uh, ja, straks komt je moeder. En uh, ja, en straks komt je moeder. En dan uh, komt je ex ook net. En dan is in één klap op straat is alles al verklapt. Ik zei ja. Ja, dat is heel vervelend. Dat snap ik ook wel. Maar ja, zo wist die vrouw. Ja. Nou, toen kwam dus de moeder van mijn kind met het kind. Echt op het uiterste, uiterste laatste moment. Zo vijf minuten voor half vijf of zo was ze binnen. Ja, ja, ik ben een beetje laat. Ja, die trut was weer een kwartier te laat. Nee, ik weet toch hoe ze is. Ik heb haar al lang vergeven, want zij is zo. Zij is gewoon zo. En ze heeft een enorm grote mond. En ze wint zichzelf echt heel geweldig. En zij is zo. Nou, toen kwam er ook nog een feestje bij mijn zus. Was ze ook weer uitgenodigd. Daar heeft ze een drama gemaakt, man. En mijn kind aan het huilen. Kortom, dat hele feestje lag in één keer in het water. Ja, zo is die vrouw. Ja, ik weet dat. En ik dacht alleen maar, van ja, mijn, richting mijn moeder en, en, de zus, en, en mijn zus. Van ja, als je ze aan mij had gevraagd, had ik gezegd van nou, ik zou het niet doen. Want al die keren dat het nog enigszins goed ging, dan had ik nog wat te vertellen in het geheel. Kijk, Toen we nog getrouwd waren, zorgde ik ervoor dat wij op tijd waren. En zelf doet ze dat niet. Ze komt niet op tijd. Dan denk ik wel, ja, dat doen mensen toch niet? Dat is zoiets belangrijks als een surprise party. Ja, of je komt niet. En als je wel komt, ja, dan zorg je toch dat je op tijd bent? Nee, dat is niet gewoon. Er zijn mensen, zoals de moeder van mijn kind, en die, ik moet uitleggen, die, die zoeken dat conflict op. Want daar vinden ze spannend. Daar krijgen ze een kick van. Het kan je heel raar vinden dat ik dit nou zeg, maar ik weet waar ik het over heb. Ik ben tien jaar lang, nou meer dan tien jaar lang, elke dag intensief met die vrouw omgegaan. Ik weet waar ik het over heb. Als er een kindje bij ons op bezoek was en dat ging in de tuin spelen en dat struikelde over een steen en dat had een schaafwond op de knie. dan moest die vrouw, die moest lachen. En dan zei ik dus haar, ah, wat zat je nou te lachen toen uh, Jorineke uh, een schaafwond op de knie had? En dan ging zij helemaal stamelen. Ze zei: Ja, kijk, dan, dan vind ik dat zo erg dat zo'n kindje een schaafwond heeft. En, dan, uh, oh, en dan, dan weet ik me helemaal geen houding te geven en dan moet ik lachen. Ja, dat zegt ze. Maar ze zitten het niet in elkaar. Ze moeten er gewoon om lachen. Ze denken: Oh, kind heeft een schaafwond. Ze hadden wat een hand. Dan heb je een Ja, het doet zeker pijn. Hè? <laughs> en zo is ze wisten: oh, Het is gewoon een doorgedraaide. Ja, Met zo'n persoon wil je niet omgaan. Ik weet dat dat zo is. Die vrouw is mij bij de relatietherapie. Heeft ze mij tot drie keer toe willen aanvliegen. Lichamelijk hè. De stoof zat de stoel omhoog, moest de relatietherapeut. Die moest ook opstaan, die moest daarbij bij de schouders schrijven. Terugduwen we in de stoel. En dan riep die therapeut naar mij. Oh, van, uh, ga alsjeblieft over wat anders beginnen, want hier word ik helemaal eng van. Ik word bang. De relatietherapeut was bang voor die vrouw. Ja, ik weet er vaak het over, hè. En ik heb haar vergeven. Ik ga niet meer met haar om. Echt niet. Helemaal niks. Uh, dus nou, laatst... Want ze heeft een hele stapel uh, foto's... Heeft ze, de meeste heb ik gemaakt. Ik heb het ook allemaal betaald. En maar al die babyfoto's. En nou, heb ik dus mijn dochter gevraagd... Nou, wil jij dan uh, een beetje meewerken? dat ik, want ik wil een aantal van die babyfoto's wel hebben. Dat is toch wel leuk, weet je wel? Nou, dan wil mijn dochter wil ook niet meewerken. Nou, dat moet ik dan ook maar normaal vinden. En die zegt me, ja, dat is tussen jou en mama. Dan moet jij maar uitzoeken met mama. Ja, met ons gevolg dat er helemaal niks gebeurt. Ik heb één keer een sekje foto's gekregen. Voor de rest kan ik daarover gaan lopen zeuren. En met een beetje mazzel krijg ik over een half jaar... Krijg ik, maar dan moet ik wel heel veel zeuren. Dan krijg ik misschien nog een sekje foto's. Maar dat gaat ze helemaal niet doen. Zo zijn dat soort mensen. Het is een... Uh... Ja... De, de, de ernstig gestoord persoon. Ja, en die lopen in de rond in Nederland. Ja, kan ik er wat aan doen? Ze liegen tegen je, ze komen met opzet te laat, ze sturen allerlei dingen in de war. Uh, die, die vrouw heeft in totaal iets van vijftig feestjes. in meer of mindere mate verpest. in die tien jaar tijd. Ja, dit is geen geintje. En in het begin denk je, maar, ja, wat doet zo iemand nou? En dan gaat ze iemand ook achteraf zeggen: van, ja, Het kwam daar en daardoor. En dan zul je zo, allemaal excuses verzinnen. En dan denk je, maar, nou ja, dat zal dan wel of zo. Ja? Ja, en dan verloop van, van tijd kom je erachter: van, ja, Er zijn helemaal geen excuses voor. Je bent altijd zo. Je bent gewoon zo. Ja, je houdt van conflicten, je houdt van mensen tegen elkaar uitspelen. Dat, dat, dat vind je leuk, dat vind je interessant. Anyway, over dat idee van mijn moeder en mijn zus. Uh, die belden dus nadat zij dus drie feestjes echt zwaar verpest had. Dus twee feestjes van mijn moeder en eentje van mijn zus. Dan belden ze me allebei op en dan zeiden ze, nou we gaan de voortaan niet meer uitnodigen, hoor. Of jij het nou leuk vindt of niet, kreeg de weer zo'n verhaal. Of jij het nou leuk vindt of niet, we nodigen haar niet meer uit. <laughs> en ik denk, ja, als je nou voor tevoren met mij overleg had gehad, dan had ik gelijk al gezegd van, doe dat niet. Ik weet waar ik het over heb. Maar ja, die vrouwen, die geloven me niet. Die, die denken dat ik een man ben en uh, dat zijn van die feministische types. Mijn moeder dus ook en mijn zus ook. En van die feministische types en die weten alles beter. En die luisteren niet naar mannen. Want mannen, dat zijn vrouwenonderdrukkers. Allemaal stuk voor stuk. Vooral Perry. Die heeft een heel naar boek geschreven over die hele lieve vrouw. Dat is helemaal geen lieve vrouw. Dat is echt een, dat is een heel vervelend iemand. Je zou zeggen tyfuswijf, maar dat klinkt weer zo vervelend. En ik heb die moeder vergeven. En ik heb mijn zus vergeven. En ik heb mijn moeder vergeven. Ja. Ik, ja, ik word er niet meer pisling om, hoor. Ik heb het gewoon gehad met die hele meuk. En ik zie die mensen, die hebben het onderling ook helemaal niet leuk. He, want de, de, mijn moeder die komt er verschrikkelijk op voor haar schoondochter. Maar die schoondochter wordt niet meer uitgenodigd op een verjaardag. Want mijn moeder weet inmiddels ook wel, als je dat doet, dan heb je problemen. Dus dat doet ze dan niet meer. Maar het is wel, oh, mijn dochter, bollop. Bol en op Facebook zie ik allemaal die leuke berichten voorbij komen. Van, gaat het allemaal goed met je en zo? Dan denk ik denk, oh, ja. ze moeten het zelf maar weten. En ik... We wilden er niks mee te maken hebben. Punt? En het vind ik dus leuk om dat dan toch even te. Ja, om erbij stil te staan. om jullie kenbaar te maken. dat er iets aan de hand is met de houding van vrouwen. Je kan van de moeder van mijn kind zeggen. van ja, Peri, die heb je uitgezocht. en uh, dat is allemaal je eigen schuld geweest. Ja, dat is best. Maar mijn moeder en mijn zus, die heb ik niet uitgezocht. En, die, en mijn schoonmoeder uh, ja, ook niet. Die doet dat ook zo. Mijn schoonmoeder die, die vindt dat haar dochter. dat is een geweldig mens. Oh, dat is zo'n goede moeder. <laughs> ja, ik weet niet wat er met vrouwen is hoor. Maar als man. je hoeft maar dit te doen en je krijgt gelijk commentaar. En als vrouw, dan kan je bij wijze van spreken met de auto door de huiskamer heen rijden en dan de hele puider uitrijden. En dan zeggen ze van, oh, oh nou ja. Nou, de, de verzekering zal het wel dekken. Gaat het allemaal goed met je? Je hebt je toch niet bezeerd, hè? Vrouwen zijn helemaal niet kritisch op elkaar. Nou, klaar. En dan kun je zeggen dat er wel vrouwen zijn die wel kritisch zijn op elkaar en dat jij ze wel kent. Het zal wel, maar in mijn omgeving niet. Nou, zo is dat. En als het in mijn omgeving niet is, nou, dan kan je de gif opnemen, dan is het in andere omgevingen van andere mannen wellicht ook niet. En wat leerde dan ook? Dat er een reactie kwam van eh, een, een eentje die mij eh, abonnee is of zo, een volger. En die zei nou, in mijn familie is het precies zo. Dan zijn die vrouwen ook zo zoals jij ze beschrijft. Die werd er ook helemaal kets van. Nou, dan is het toch leuk, dan steun ik toch andere mannen. En is het uit wrok naar die vrouwen toe? Ik zeg nou, nou waarom? Hoe kom je erbij? Vrouwen zijn zo. Tenminste, hè? aantallen, aanmerkelijke aantallen zijn zo. In de gevangenis zitten meer mannen dan vrouwen. En dat komt omdat mannen die losgaan en helemaal fout bezig zijn... die gaan allemaal dingen doen, daar worden ze voor gearresteerd. Vrouwen die zijn net zo slecht als mannen. Ik zou niet weten waarom ze beter zijn... Ik heb zelfs het idee dat de laatste tijd met al dat feminisme dat die vrouwen eigenlijk een stuk slechter scoren dan mannen in hun immorele gedrag. Maar vrouwen die gaan niet de koperdief uithangen of bankkluizen roven of wat een ramkraak bij een geldautomaat. Nee, dat doen ze allemaal niet. Nee, vrouwen die werken met hun geniepigheid in het donker, in het verborgenen en ze dekken elkaar. Ja. Nou, dat is het. Dat heb ik geconstateerd. Dat is mijn eindconclusie. Ik, heb nou, ik ben nu twintig jaar lang ben ik vader. En dus die periode dat ik vader werd en dus was... dat is vooral de periode dat ik de dames heb leren kennen. Ja, want altijd werd tegen mij gedaan van, ja, maar Peri, jij hebt er geen verstand van, want je bent alleen maar bezig met je werk. Jij ja, bent een typische man, hoor. Alleen maar bezig met zijn werk. En uh, ja, de huishouding en zo. Nou, dat is toch echt uh, voor de vrouw, hoor. Voor de vrouw. Nou, ja, dat heb ik leren kennen. Ik deed 90% van het huishoudelijke werk bij ons thuis. Dat wist mijn moeder. Maar ze had zoiets van. Ja, nou ja, kijk, als zij dat zo goed vindt, nou dan is dat goed. Het kwam niet in mijn moeder op om dan tegen, de, 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 de scho nee, tegen mijn schoonmoeder te zeggen: Wanneer heb je het ook gehoord? Jouw dochter doet helemaal niks in huis. Nou joh. Nee, mijn moeder had zoiets van, "Perry, als jij een opgeruimd huis wil en zij niet, ja, dan moet jij maar gaan opruimen, dacht ik. Hè. Dat is toch niet haar taak? Zij houdt er niet van. En een op dat die vrouw maakte, jongen. Zo netter. En dan maakte ik het huis schoon en dat deed ik dan samen met een Turkse vrouw. En dan mijn moeder daar kritiek op hebben. Hè? Maar nou, noem je dat schoon? Je kan wel merken dat het Turkse werkster is, hè? Ja, je moet ook een Marokkaanse werkster nemen. Oh, wel kritiek hebben op mij natuurlijk, niet op de schoondochter, nee. Waar ben ik dan nog boos over? Nee. Ik heb mijn moeder vergeven, ik weet dat ze zo is. Gewoon niet leuk. Punt. Ik heb jarenlang samengewerkt met een man in de techniek en het programmeren. En als ik naar die man toestapte met een of ander plan, dan zei hij in eerste instantie altijd, nou oh, nee, dat heb ik gezien niet. Ik zei, waarom niet? Ja, nou, een, een, een verzon die gewoon ter plekke is, zocht hij zo uit zijn duim. had hij een of andere reden, dan zag hij weer een probleem. Jongen, ik werd er helemaal... Ik zat toen aan hem vaste. Ik werd er helemaal niet goed van, van die kerel. Nou, we zijn nu jaren verder. Ik werk helemaal niet meer met hem samen. Kijk, nou zijn we van het probleem af. En nu kan ik heerlijk dingen gaan doen en dingen gaan veranderen. En uh, in de broncode ben ik nu zwaar bezig met het invoeren van de is Standard Template Library. En alle trucjes van. Ik werk in C. En die taal die is sinds, met name sinds 2011 enorm opgefript. Er zitten nieuwe features erin die ongelooflijk interessant zijn. En die houden dingen in als performanceverbetering en betrouwbaarder code en ga maar door. Nou, ik weet nu al dat. Nu ben ik helemaal los van die kerel en ik kan lekker mijn gang gaan. Maar was ik nog aan hem vast? En ik was begonnen over dit. Och jongen, dan hadden we weer uh, moeten kletsen als brugman. En hij met zijn saccharinige kop. Nou, ik vind dat maar niks hoor. En volgens mij, uh, ja, al die nieuwigheid. Nou, ik moet eerst morgen maar, maar eens zien dat dit uh, echt werkt en zo hoor. Want uh, je zegt dat 2011. Nou, we zijn pas acht jaar verder. Hè? Nou, en uh, dat werkt dan eigenlijk wel zo. En als ik dan tegen hem zeg, nou dan moet je even naar deze linkjes kijken op YouTube. Ja, ik kan beetje naar die linkjes kijken. Die, die, die ene is een uur en die andere is anderhalf uur. En wanneer moet ik dat dan doen dan? Oh man. Ik werk gewoon niet meer met hem samen. Ik heb het hem vergeven. In die zin van nou, dat was echt niet... Dit was dan echt zo dat je kan zeggen, hij past er niet bij mij. Want hij is een luie donder en hij wil helemaal niks. En ik ben iemand, ik ben creatief en ik wil graag dingen doen. En ik dacht iemand gevonden te hebben die met mij ook creatief en dingen wilde gaan doen en lekker voor geld gaan verdienen. Maar dat wil die vent helemaal niet. Ja, dan werkt toch niet meer met hem samen. En ik en mijn zus, ik belde gewoon helemaal niet meer op. Ik zou niet weten waarom. De laatste keren dat ik contact had met haar jongen, dan maakten ze opmerkingen naar mij toe. Toen dacht ik, oh, nou ja. Dan is het voor mij voorbij. Snap je? Ik ben toch niet op deze wereld om afgezekerd te worden? Wat is dat nou? En dan zijn we terug naar het vergeven. Want daar ging het dan om. Dan hebben deze hele situatie. Kijk, ik heb meegemaakt. Daar was ik op vakantie geweest. En er was iemand anders bij in de club. Dat was niet eens een directe kennis van mij. En die was ook mee. En die was toen 19. En die gedroeg zich tijdens die vakantie echt als een heel vervelend... klein, zeurderig kind van 13. Daar heb ik toen... Nou, dat was echt niet leuk. Hij werd dan ook nog boos op mij. En dat sloeg helemaal nergens op. En dat vond ik dus ook niet leuk. Ja, ik ben op vakantie en dan heb je dan zo'n boos iemand. Ja, toen naar je kijkt van ja, ik ben boos op jou. Dat is heel, heel, heel kinderachtig gedrag. Nou, en toen was die vakantie was voorbij. En ik denk, Boeh, nou, ik was een hele leuke vakantie, by the way. Maar ik was blij dat ik hem een tijdje niet meer zag. Nou kom ik hem daarna, een hele tijd later kwam ik hem tegen. Hij was inmiddels 21 geworden en hij zat naast me in de bar, aan de bar, in de kroeg. En hij zei, ja, over de vakantie, hè? Ik, ja, wat is er mee? Hij zei, ja, ik schaam me diep voor wat ik haar gedaan heb. Ik, oh. Ja, zei hij, was... ik, ik weet niet waarom ik dat toen allemaal zo deed, maar dat was echt verschrikkelijk kinderachtig. En ik heb je af zitten zeiken en dat sloeg helemaal nergens op. Dus hebben deze even sorry, ik hoop dat ik je mij vergeeft. Nou, dat heb ik tegen hem gezegd. Jongen, het is. Uh, nou, ik heb hem een complimentje gegeven. Ik zeg, nou. Het siertje. Hè? Betekent toch dat jij. Uh... Nou, ik heb hem een complimenten gegeven. Ik heb tegen hem gezegd van. Nou, je bent nu in mijn 18 gestegen. Meer dan. Uh, het is niet dat we op nul staan. Nee, je staat nu positief bij mij in mijn grote boek van Mijn Grote Sinterklaas. Ja. Dus, uh, Chapeau, complimenten. En toen een tijdje later, toen kwam ik hem weer tegen en toen begon hij weer over die vakantie. En toen zei ik tegen hem: van, Ja, maar je luisteren, ik heb je vergeven. Ja, zei hij. Ik zei: Ja, en dat houdt in, en dat is een heel belangrijk punt, dat houdt in dat ik het er met jou niet meer over ga hebben. Want ik heb je vergeven. Dus jij kan er wel weer over beginnen, maar ik kan er niks op terugzeggen. Dus tenzij jij van plan bent om een hele lange monoloog te gaan houden, en daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, want we zitten hier in de kroeg om lekker te gaan kletsen met elkaar, om huh? nou te luisteren naar een monoloog van jouw kant waar ik toch niks op terug kan zeggen. Ja, uh, dat vind ik helemaal niet leuk. En toen begreep hij het. Toen zei hij: oké, okay. ja, we hebben het er niet meer over, want ik heb je vergeven. En dan is het ook hoofdstuk dicht, hoor. is het afgelopen. Dan heb ik het er niet meer over. Hmm. Mijn moeder en mijn zus, en de ex, en mijn schoonmoeder en mijn zwager, en die hebben die stap helemaal niet gezet. Ik heb ze wel vergeven. Ik ga ze niet meer opbellen en zeggen. bla bla bla, wat je toen deed. Helemaal niet meer. Want ik heb ze vergeven. Die mensen zijn zo. Net als die, die collega van mij, die ex-collega. Die man is gewoon zo. Het is iemand die is helemaal niet bereid om uh, een nieuw avontuur aan te gaan. En zich te verdiepen in andere dingen. De, die, die man die wil lekker zo uh, blijven zoals hij is. Ja, ik niet. Ik wil mezelf ontwikkelen. Nou, dan werk ik niet meer samen met die man. Dan is het probleem toch opgelost. En mijn zus, nou ik belde gewoon niet meer op. En zij belt mij, dat was toch al zo, ze belt me ook niet op. Ik denk, nou uh, klaar. Ja, Toch? En dan vind ik het dan leuk dat ik mijn zus niet meer zie. Nee. Dan uh, vind ik het leuk dat mijn moeder helemaal uh, het is helemaal geen belangstelling meer heeft voor mij. Ze was laatst was ze naar Arnhem gekomen. En dat hoorde ik dan achteraf. Eh, en, en, ja. Iets met mijn dochter of zo. En ik, ik weet dan helemaal van niks. Dan denk ik: Nou ja, als je zo wil doen. Vind ik het leuk? Nee, vind ik helemaal niet leuk. Maak er mij de druk over? Dan denk ik: Nee, zo zijn. Nou, niet alleen mijn moeder. Er zijn wel meer vrouwen die zo zijn hoor. Dat is echt niet iets specifieks voor mijn moeder. Een hele hoop vrouwen die doen zo. Nou, en dan moeten die vrouwen maar lekker zelf weten. En die vrouwen vinden het zelf allemaal hartstikke normaal dat ze zo doen. En dat maakt me ook helemaal geen donder uit. Als jullie dat normaal. Tegen die vrouwen denk ik dan: als jullie dat normaal vinden, moet je dat lekker zelf weten. Kijk, ik heb het vergeven. Maar ik ben het niet vergeten. Nee, ik ben gekke Henkie niet. En als ik weer om zou gaan met mijn zus, dan gaat mijn zus denken dat ik al die dingen die zij heeft gezegd en die zij heeft gedaan. dat ik dat achteraf dan goed vind. Nee. Ik ben het niet vergeten wat ze gedaan heeft en ik vind het helemaal niet goed. Ik heb haar vergeven, dat is wat anders. Ik weet dat mijn zus, ja, nou, die, ja die, die zit zo in elkaar. Hij heeft zo'n zo hitje gehad op de radio van. Eh, jij bent zo. Nou, ja, zo is mijn zus. Maar als ik daar verder niet mee omga... en Ik zie haar wel eens op een verjaardag. En dan, dan, dan krijg ze ook... Uh, doe ik uh, heel normaal. Dan zeg ik, hallo, alles goed? En even zo uh, zoenen dan, hè? Even die airkissers. En dan, nou, dan zoek ik een stoel. Ik ga niet naast haar zitten. Waarom zou ik dat doen? Want ik weet dat... Ja, dan gaan ze allemaal gekke dingen zeggen tegen mij. En daar heb ik geen zin in. En ik weet een beetje hoe ze over me denkt. En nou ja, ik vind het niet prettig om. Maar die... Het is net alsof je dat kan voelen. Dat iemand heel denigerend over je denkt. Van ja, dat is die stomme Perry, die stomme broer van mij. En ik heb helemaal niks stoms gedaan, dus ik verdien het helemaal niet. Maar ik heb haar vergeven. En dan ga ik verder niet meer met haar om. En uh, mijn moeder, nou, ze dan. Uh, binnenkort is het kerst. Ja, en dan geef ik er heus wel even een belletje van. Uh, nou, uh, hè, heb je een gezellig kerst of zo? Heus. En volgend jaar uh, is er weer een keer jarig. En dan uh, zal ik er heus bellen met de verjaardag. Waarom niet? En mijn zus hoeft het niet bij, want die viert de verjaardag niet. Nou, dan ben ik klaar. Kijk, natuurlijk is het leuker als je. Uh, ja, in mijn geval, je, je hebt zo'n heel moeilijk huwelijk gehad... en je kind is verwaarloosd en mishandeld... en nou, drama zelfs bij de relatietherapeut... dat je aangevlogen wordt door je ex en oh ja, toen nog de vrouw. En, noem al die dingen maar op. Natuurlijk is dat verschrikkelijk. En, en natuurlijk had je dat fijn gevonden... dat je dan vanuit de familie een, ja, een, een, ja, een, een soort van... Hoe moet ik moet zeggen, troostend woord krijgt. van jongen, gaat het nog wel een beetje... En ik heb ook gevraagd, van, uh, kunnen jullie helpen, want dit en dit, dat red ik niet. En dan allemaal, nee, nee, we hebben geen zin in. En had die collega van mij, nee, we hebben geen zin in. Nee, dat doe ik niet. Ja, dat, dat is wel heel vervelend. Ik ben blij dat die tijd voorbij is. Nou, nu ben ik niet meer in die zin niet meer afhankelijk van die vrouwen. En ik reken ook helemaal niet meer op ze. Ik reken ook al heel lang niet meer op die collega van mij. Want dat heb ik toch nooit, al die keren dat ik er dan stiekem in mijn achterhoofd dacht, van, nou misschien dat hij deze keer wel wat wil gaan doen. En ja, dat sloeg allemaal nergens op. Nu denk ik dat helemaal niet meer. Nu uh, nou, is het ook niet meer nodig. De, de situatie is grondig veranderd. En dan ben ik toch los van die kerel. En nou, bekijk het maar. En nou, maar mij de maat? En dat geldt voor mijn moeder en mijn zus ook. Ik heb die mensen vergeven. En wat ze hebben gedaan, dat is niet fraai. Maar. Uh, staat ze vrij om sorry te zeggen tegen mij. Natuurlijk. Want dat hebben ze nooit gedaan. Eén nou, keertje sorry zeggen en dan zou ik gelijk zeggen: Nou ja, ik heb je, je toch al vergeven. Dus uh, laat me zitten. Hoeft er niet meer over te hebben. Maar dat gaat niet komen. En wat ze gedaan hebben, ja, dat is tussen hun en de Heeren Heer. Ik bedoel, karma is een bitch, zeggen ze dan. En dat is niet iets waar ik mee te maken wil hebben. Want zij gedragen zich alsof ze helemaal niks gedaan hebben, alsof wat ze gedaan hebben heel normaal is. Ja, maar in dat universum wil ik niet verblijven. Want ik vind het niet normaal dat je een kind verwaarloost en een kind mishandelt. Dat is niet een kwestie van cultuur. Nou, ik vind het wel goed hoor, want dan leert zo'n kind op jonge leeftijd een beetje voor zichzelf op te komen. En dan die Perry, die alsmaar uh, al die dingen deed, hè, van uh, met het kind naar het zwembad gaan om te leren zwemmen. En het kind te leren lezen en het kind te leren rekenen. En dan ook nog het kind te leren fietsen. En uh, nou, uh, daar, uh, nou, dat is allemaal... Uh, ja, nee, daar... Uh, uh, ja, wat zeg ik eigenlijk? Ze hebben zich laten zien van een hele andere kant dan. Ja, dan ik verwacht had. Ja. Ja, wie moet ik dat kwalijk nemen? Moet ik dat hun kwalijk nemen? Of mezelf? Je kan zeggen dat ik boeddhistisch gesproken. dat ik gehecht was aan dat gezin dat ik gehecht was aan die familierelaties. Dat was ook echt zo. Ik, ik was, uh, dat merkte ik dat ik best wel... achteraf dan... Uh, nou, dat, dat ik best wel veel last had van het feit... dat mijn ouders waren gescheiden. En doordat ik dan een gezin had... kwamen we ouders dan weer samen op bezoek... Uh, bij het kind, als het kind jarig was. En, alala, en dan leken we weer een familie. En dat vond ik ongelooflijk leuk... En dan met Kerst en dan, uh, uh, dan, dan. dan gaf ik een geld uit, man. En een, een enorme kip gehaald. En dan. Nou, ik kan behoorlijk koken. Echt uh, een hele goede kip. En, en, en drie soorten warme groentes. En een ongelooflijke toetje. En een voorgerecht. En dan, dan zaten we aan een hele lange tafel. En dan was mijn moeder en mijn vader. En mijn zus en die. En dan een heel kerstdiner. Ik vond het geweldig leuk. Maar kijk, als je dan een moeder en een zus hebt die dat helemaal ja, die er niet zo in staan, die dat helemaal niet interesseert. Dus mijn moeder heeft ook gezegd van nou, kerst bij jullie, nou als die schoonfamilie van jou er is, nou ik kom niet. Dat is mijn moeder. Ze mocht de schoonfamilie niet. Jesus. En dan moet je niet denken dat ik... Dat was mijn schoonmoeder, hoor. Die, die, die misdroeg zich echt verschrikkelijk. Nou, dan kan je dus niet... Ik zat er behoorlijk met een behoorlijk probleem. Want ik kon mijn schoonmoeder ook niet aanspreken op haar gedrag. Jezus. Want die vond ook van... Nee, dat is echt zo'n typische vrouw, vrouw, hè. Van vrouwen kunnen niks fout doen. En uh, volgens mijn schoonmoeder lag alles aan mijn moeder. Nou, volgens mijn moeder lag alles aan mijn schoonmoeder... Ja, lekker ruzie maken met z'n allen, want daar zijn de gezinnen voor, daar zijn de families voor. En zo'n scheiding, ik kan je nog denken dat zowel mijn schoonmoeder als mijn moeder als mijn zus. die ze hadden van hé hé, eindelijk gescheiden. Ja, zo zijn die vrouwen, zo zijn veel vrouwen. Die trekken zich er helemaal niks van aan. Ze geven helemaal niet om gezinsverbanden, familieverbanden. Dat interesseert ze helemaal niet. Heel, heel dom vind ik dat van die vrouwen. En ik heb ook het idee dat ze... Voor mijn moeder geldt het dan zeer zeker. Want die sprak me dan een tijdje terug nog op aan. Zo heel van... Nou zeg, en ik zie de familie van je vader zie ik ook nooit meer. En dan moest ik dan wat aan gaan doen. Dan moest ik maar wat gaan organiseren. Omdat zij de familie van mijn vader niet meer zag. Ja. En die zag ze natuurlijk voor dat huwelijk ook helemaal niet. Maar door dat huwelijk wel. En dan kwam mijn vader op bezoek, dan kwamen zijn zussen ook op bezoek. En ja, dan vond mijn moeder allemaal, oh, oh, wat leuk. Ja, nee, dan zien we elkaar allemaal weer eens. Ja, en dan komt zo'n scheiding. En dan ligt de familie uit elkaar. Ja, en dan krijg je dus eenzaamheid. Ja. Maar moet ik dat mijn moeder gaan uitleggen? Dan kan ze zelf toch ook op de vingers natellen? dat als zij het helemaal niet belangrijk vindt... dat zo'n gezin bij elkaar blijft... en alles maar op zijn beloop laat. Ja, en dan gaat de boel uiteindelijk kapot. Ja, en dan, dan gaat het gezin kapot. En dan vallen er dus... een aantal familierelaties... die vallen dan ook weg. Nou, en die vrouwen begrijpen dat dan niet. Die snappen niet dat dat de consequentie is... van hun eigen vrije keuzes. Ja... En ik ben niet op deze wereld gezet om mijn moeder op te voeden. En ik zou ook niet meer weten, ja, mijn moeder is inmiddels 78. Dus... Ja, gaat dat nog veranderen? Ik zou niet weten waarom. En mijn zus die is 56. Tje. Ja. Kijk, dat worden, dat worden eenzame oude dagen. Dan heb je weinig familieverbanden. En mijn moeder die vult dat dan op en mijn zus ook hoor. Die vult dat dan op met de, in de kennissenkring en alles. We nou, hebben zo lekker veel kennissen en vrienden. Nou, dat dus is allemaal best. Het maakt mij niet uit. Ja, ik ben niet boos. Je kan zeggen dat die persoon die zei: Perry, je moet het loslaten. Nou, ik heb het losgelaten. Maar het fenomeen blijft wel staan. Het is wel een maatschappelijk fenomeen. Het staat niet op zichzelf. Nee, je hoeft maar te gaan googlen op de term MGTOW. Uh, Maria Maria. MG Maria Gerard Theodor Otto Willem. MGTOW, Mic tow zeggen ze dan. Moet je wel Engels kunnen. Maar nou, dan zie je een hele lijsten met getuigenissen van mannen die vertellen over ega's en familieleden die precies zo zijn. Dus wat ik heb geleerd in dat huwelijk is dat de gemiddelde man die geeft meer om gezinsverbanden en familieverbanden dan de gemiddelde vrouw. Een gemiddelde vrouw die, die, die gaat voor zichzelf, die is enorm egocentrisch en maakt ruzie, eh, drijft de boel op de spits. Eh. En als dan de hele boel in het duigen ligt, dan gaan ze zitten janken. En dan zijn zij zielig. Ze zijn zo eigenwijs als een, uh, als een baksteen. Ze luisteren niet naar mannen... Nou, ja, dat is de westerse vrouw. Dat is de vrucht van uh, inmiddels 60 jaar uh, actieve emancipatie en feminisme. Ja, nou, kunnen vrouwen kunnen er trots op zijn. En wij mannen, wij kunnen er helemaal niks aan doen. Ja, ik heb mijn eigen dochter dan, uh, die ik dan... Nou, probeer om er duidelijk te maken. dat bijvoorbeeld het alleenstaand moederschap. dat dat niet uh, werkt. Maar. dan moet je niet denken dat mijn dochter dan aan mij vraagt. van God, papa, waarom zeg je dat tegen mij? En waarom werkt het eigenlijk niet? Nee, mijn dochter is ook uh, feministisch. Dus of ik dat nog recht weet te breien van. ja. Ik weet het niet. En dat laat ik ook maar los. Ik weet het niet. Of ik dat nog. Of ik van mijn dochter. Een, een, een partner kan maken. die respectvol omgaat. met haar mannelijke ega. Ik weet niet of dat mij gaat lukken, joh. Misschien wel. En misschien ook niet. Ik heb mijn dochter al dingen zien doen naar haar vriendje toe. De eerste vriendje was een hele leuke jongen. Ja, die heeft ze dus op bepaalde momenten behandeld als een stuk strand. En ik dacht toen nog van... Uh, nou, als ik een keer uh, met haar een, een momentje heb... Daar ga ik het er even over hebben. Nou, voordat dat momentje kon komen, had ze het uh, uitgemaakt met hem. Ja, zei ze, het was wederzijds hoor. We hebben het samen beëindigd. En toen dacht ik, nou, ik kan me van die jongen uit goed voorstellen dat hij geen zin had om nog langer uh, de pispaal te zijn. Voor weet dat, de boksbal. Dus de kans is aanmerkelijk dat mijn dochter ook zo'n vrouw gaat worden. Nou, dat vind ik. Ja, dat vind ik erg voor de samenleving. Heb je er weer eentje bij? Eh, liever had ik dan tegen jullie kunnen zeggen. dat ik zo goed als zeker wist dat hij van mij. dat hij dan wel lief zal zijn. Maar ik, ik zou er nu geen garantie op willen geven. ik vind het al heel wat dat ze eens in de twee weken continu bij me eten en het is wel gezellig en uh, nou we hebben het dan over koetjes en kalfjes niet echt over serieuze dingen en dat ik bezig ben met de publicatie van dat boek heeft al aangegeven nou ik wil er eigenlijk niks van weten want uh, ja nou hoor uh, ja ja nou dan moet je zelf maar weten ik ga toch lekker door met dat boek en, uh, En het gaat natuurlijk om meerdere dingen. Het gaat om de mishandeling die haar is overkomen en de verwaarlozing die erbij hoorde. En het gaat ook over het eigen gedrag, wat ik gezien heb, wat ik ook nog steeds niet tegen haar gezegd heb. En zijn er zijn nog andere dingen gebeurd. Die, nou, dat was ook haar eigen vrije keuze. En dat ze dingen gedaan. Ja, die vond ik niet zo tof. Maar omdat je als vader zo buiten beeld staat, hè, vanaf haar tiende, ben ik een soort. Ja, ja, is alles stond. De hele jeugd vanaf de tiende. stond voor 90% in het teken van die dolgedraaide moeder van haar. Met de 33.000 vriendjes. die allemaal speelden voor hulp, Sinterklaas. In de zin van hulpvader. Maar nou, dat gaat Gerard wel even voor je doen hoor. Ik vraag Gerard wel. Dus ook als ik dan. En dat was dan dat mijn dochter aan me vroeg. van pap, mag ik dat en dat. En ik tegen haar zei van. nou, kindje, kindje. Ik vind het voorlopig even genoeg geweest. wat je al me hebt gekregen. En we doen nou even een pas op de plaats. En uh, als de zomervakantie er is, dan gaan we opnieuw kijken, ja? En dan was het februari of zo, januari. En dan had ze net allemaal dingen gehad. En ik vond het even genoeg geweest. En dan komt mijn dochter een week later bij mij, helemaal blij. Want dan heeft uh, Joris de Cloris, een of ander uh, uh, ventje... wat aan hijgend achter de bibs van die moeder aanloopt. Uh, die heeft het wel eventjes geregeld. Hij krijgt lekker alles van Piet. Ja. Uh, zo dus als vader, uh, juist die dingen die je als vader op je kind wil overbrengen, het gebied van discipline en, uh, en uh, kom je afspraken na en dat soort zaken. Nou, nah, uh, dat heb ik niet kunnen doen joh. Alles waarvan ik zei van nou dat gaan we even zo doen, we pakken dit en la aan. Nou mijn dochter zoiets van nou ja dat zeg jij nou wel, maar mama zegt iets heel anders hoor. En trouwens, al die andere hulpvaders die mama heeft, die zeggen ook allemaal wat anders. Dus uh, waarom zou ik dan gaan doen wat jij zegt? Dus ik verloor tegen een overmacht. Nou, Daar zijn dus die vrouwen hier in Nederland lekker mee bezig. Om nieuwe vrouwen te kweken die echt ronduit onuitstaanbaar zijn. En dan moeten die vrouwen toch lekker zelf weten. Ja, dan moet ik me er zorgen over gaan lopen maken. Waarom? Ik vind het zielig voor die kinderen, maar ik kan er niks aan doen. Ja, ik kan deze verhalen aan jullie vertellen. En daarom vertel ik ze ook. Dat is niet omdat wraak naar die vrouw toe, of uit wrok of whatever. Of omdat ik ze niet vergeven heb, dat ik nog boos ben. Nee, helemaal niet. Het is om jullie te vertellen hoe de vork in de steel zit. En zeker voor de mannen. Uh, ja, hou er rekening mee dat er heel wat vrouwen zo zijn zoals de moeder van mijn kind, mijn zus, en mijn moeder en mijn schoonmoeder. Ze zullen je behandelen als een stuk strand. Niet in het begin. In het begin, wel? En dan willen ze ook elke avond wel met je in de bed. En dan willen ze ook uh, allerlei spannen, spannende, dingen doen, orale seks, anale seks... Seks ondersteboven, seks achterstevoren, zeg het maar, alles vinden ze prachtig. Ja, maar op het moment dat er sprake gaat zijn van een serieuze mekaar elkaar vastgeklonken zitten. in de zin van een samenlevingsovereenkomst, of samenwonen, of god beter het een huwelijk. of nog erger, een kind. Jongen, als jij de verkeerde zwanger hebt gemaakt, jongen, een P, jongen. Door driekwart van de scheidingen wordt aangevraagd door de vrouwen. Drie kwart man. En uh, stijgende En al die mannen die die scheiding niet hebben aangevraagd, die krijgen die scheiding in hun schoot geworpen en die gaan bloeden. Jongen, ik weet wat die mannen te wachten staan. Het is verschrikkelijk. Vooral als je gehecht bent aan je kind. Door die MGTOW-beweging dicteert ook dat als je als man erachter komt dat je vrouw zo is... en dan is het dus te laat en je hebt al kinderen... dat je dan toch de laten moet nemen en dat je dan maar je kinderen in de steek moet laten. Dat dicteert de MGTOW-beweging. Vergeet het hele avontuur, maar uh, je krijgt nooit de vaderrol met de autoriteit die erbij hoort, die je verdient... En die je ook nodig hebt om jouw vaderrol naar dat kind toe goed te kunnen laten gelden. Dat gaat nooit gebeuren. Dus laat dat kind maar, laat dat kind maar in de steek. Dat wordt nu gezegd, hè. En dat heb je te danken, dat heeft de maatschappij te danken aan het gedrag van die vrouwen. En ik heb de moeder van mijn kind vergeven, ik heb mijn eigen moeder vergeven, ik heb mijn zus vergeven, ik heb mijn schoonmoeder vergeven. Want ik zeg, zo zijn vrouwen. Punt. Dat is niet opmerkelijk, dat is niet zo'n oh oh dit of dat. Nee, zo zijn ze in het algemeen. Een grote getale dan, ik weet niet wat precies de percentages zijn, maar drie kwart van de huwelijken die de scheiding wordt aangevraagd door de vrouw, dat zegt al een hele hoop, of niet? Een totaal onverantwoordelijk gedrag van die vrouwen. Nee. Er was dus een man die reageerde en die zei: ...Piri, wat verschrikkelijk wat jou is aangedaan. Nou, daar zit ik niet op te wachten hoor. Je hoeft geen medelijden te hebben met mij. Want eh, gedenk Friedrich Nietzsche. Was mich mich umring start mich. Of mir. Wat mij, niet, wat mij niet de kop kost, daar word je hard van. Harder. Daar word je sterker van. En nu werd ik het toch. En ik heb een hartstikke lekker leven. Zeg Ik, yes. ik heb die, die maffe collega van mij, daar heb ik helemaal geen last meer van. Ik kan lekker C gaan programmeren en de boel omgooien, precies doen zoals ik het wil. En in mijn woning, um, ja, ik ben lekker alleen, maar ik kan heel goed alleen zijn. Ik ben gisteren even op bezoek geweest bij Wim, mijn vriend Wim. En we hebben weer, ik heb weer een plan, in dit geval ben ik het. Maar hij heeft ook wel heel vaak plannetjes. Ja, we zijn bij Wim langs geweest, we hebben een plannetje doorgenomen. Lekker zitten klassenbessen, koffie gedronken. Ja, binnenkort spreek ik Wim weer even. En dan gaan we ergens, uh, dan gaat Marco wat ook mee. En kortom, ik vermaak me uitstekend. En in mijn leven, er zit geen vrouw meer in. Nee. Het is niet dat ik erop tegen ben, maar. Ugh. Ik heb zo'n benedenbuurvrouw en dat is een portretjongen. Oh, 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 Nee, oh. Ik, ik heb al uh, last van haar terwijl ze alleen maar mijn benedenbuurvrouw is. Ik heb ook een vrouw hierboven wonen. Daar heb ik al last van. Ja, je zal er maar mee samenwonen. Daar word ik helemaal gek van. Vrouwen zijn niet zo sociaal hoor. Ik heb ook een vrouw naast me gehad. En daar had ik dan geen last van, moet ik zeggen. Maar die man die onder haar woonde, die had er wel last van. Hij zei: Oh jongens, zij stampt. Zo, de knetter, wat kan die stampen, zich?" Ik noem haar het Kamerolivantje. Nou, maar een beetje lachen. We zaten in de kroeg, dronken een biertje. Ja, ik stamp niet. En die vrouw die hiervoor, uh, hierboven woonde. Oh, die kon een herrie maken, man. Zo dat ik net al. Dus ja, maakt mij dat enthousiast voor een vrouw om te gaan samenwonen? Nee, helemaal niet. Hoe kom je erbij? En al helemaal niet als die relatie gebaseerd zou zijn... op seksuele aantrekkingskrachten, vermogens en zo. Want wat moet ik nou met, met seks... Wat is ik met zestig en een, een vrouw van zestig... moet je uh, die een pakje aandoen voor Christine Le Duc? Wardo weg. Nee. En hoe het verder af gaat lopen met de vrouwen, ja... Voorlopig zie ik geen verbeteringen. Dus, tel uit je winst. Het enige wat ik zie is dat er mannen zijn, in toenemende mate mannen zijn zoals ik. En wij maken duidelijk dat er iets aan de hand is met vrouwen en dat je in je omgang met andere mensen een duidelijk verschil moet maken met of je omgaat met mannen of dat je omgaat met vrouwen en dat je in je omgang met vrouwen op een aantal punten echt heel goed kritisch moet zijn en dat je ze niet zo makkelijk moet vergeven. Wat veel mannen wel doen, want de seks is zo lekker. Ja, als je daar gaat beginnen, dan, denk je dan dat de seks zo goed is, dat je dan andere dingen maar voor lief neemt. Ik had de laatste was van de zomer achterburen van mij. Ik zit dan in een flat, want er zijn mensen die wonen op de begaande grond. En die is zo'n vijftig meter verder of zo. En die hadden dan weer eens een knalfeest in de tuin. Met een, met een barbecue, denk ik. En dan die vrouw, jongen, die begint op een bepaald moment. die kerel uit te schelden. En een scène te trappen. En ik wist dat het feest al in volle gang was. Dus alle gasten waren er al. En die vrouw die gaat me toch een partijtje uit de plaat. En ik kon dus letterlijk verstaan waar ze het over hadden. Echt schreeuwen, jongen. En die man die werd uitgemaakt voor rotte vis. En dan zit ik dus hier lekker in mijn IKEA bedje. Lekker met mijn compiler, ben ik lekker aan het compileren. En ik denk: van, Kom, ik ga nog eens even een beetje thee zetten. En ik ben dan zo blij dat ik mijn achterbuurman niet ben. Terwijl die man, ja, die zit in een huis en dat kost een miljoen aan hypotheek. En die heeft een geweldige baan, want hij heeft een enorme kar van een leaseauto. Dus die moet er wel iets van richting de 8000-9000 euro in de maand naar binnen trekken. Maar Ja, die heeft dan ook zo'n vrouw naar binnen getrokken. En weegt dat op? Weegt die 9000 in de maand uh, plus die scheldpartijen van die vrouw, uh, weegt dat dan op? Ja nee, Weeg die 9000 in de maand en die geweldige seks, als je dat heeft. Weeg dat op tegen die scheldpartijen terwijl je een barbecue meemaakt. En je wordt ten, overzien, ten overstaan van je vrienden, je collega's en je familie. Word je uitgemaakt voor rotte vis. En jij moet maar een beetje gaan lachen als een boer met kiespijn. Nou, ik laat het mij niet meer gebeuren. Nou, nou weet even hoe ik erover denk. En ja, ik heb de heleboel vergeven. Ja, ik heb de heleboel losgelaten. Want ik heb er helemaal geen last meer van. Punt. En dat is ook met vrouwen die ik dan wel eens wil tegenkom, of zo. Ik hou het gewoon in mijn achterhoofd. En zo gauw ze gaan beginnen met het over die, die kant te gooien... met van die opmerkingen te maken... dan denk ik, oh, ben jij er ook zo mee? Ja, 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 ja. En die laat ik niet in mijn hart... Daar kijk ik van een afstandje naar. Denk ja, jij bent er ook zo mee. Klaar. Nou, ik wens het jullie ook toe. Zo'n uh, rationele, nuchtere houding naar vrouwen toe. En op zijn hamburg zeg ik dan tegen jullie: Tjus. En dag liefds.